Willem en zijn moeder. Of het goedhartig kind. Willem. Moeder, zie eens, ik heb een sijsje. Zie hoe lief ook, ben zo blij. Het vloog daar ginds, maar Jan de tuinman ving het diertje en gaf het mij. Ik liep naar huis en haalde het kooitje waar mijn vinkje uit is ontvlucht. Pas nu beter op, maar het sijsje ziet zo droevig naar de lucht. Het zoude ook gaarne mij ontvliegen, maar in het kooitje is het toch goed? Moederlief, niet waar? Mijn sijsje vindt al wat het hebben moet. Ik alleen verzorg het diertje. Nee, ik vertrouw het aan geen mens. Ik ben zo blij, ik heb weer een vogel. Moeder. Ja, mijn kind, gij hebt uw wens. Het sijsje is mooi, mijn lieve Willem. Maar terwijl gij u verheugt, mist het arm onnozel diertje al zijn zoete levensvrucht. Het vloog waarschijnlijk ginds naar het nestje, waar het zijn jonge voedsel bracht. In de haag toch nestelen sijsjes. Het wordt vergeefs daar nu gewacht. Is het wellicht hetzelfde diertje dat u nimmer heeft mistrouwd, toen gij met mij zaagt hoe kunstig het kleine nestje werd gebouwd. Het arme sijsje vloog zo zorgeloos. Doch uw wens is nu voldaan. Hoe, wat zie ik, lieve jongen? In uw ogen zwelt een traan. En dat gaat dan nog even een beetje door. Dit gedicht is van Petronella Moens en gepubliceerd in 1820 in een dichtbundel getiteld Gedichtjes voor de Nederlandse Jeugd. En met de titel vignet met twee van die kindjes die daar zo bij zitten. Het is door verschillende schrijvers is het geschreven. Dus verschillende mensen hebben daar aan bijgedragen. Ook allemaal netjes ondertekend. Petronella Moens hier. En ja, waar lijkt dit eigenlijk op? Nou, dit lijkt wel heel erg op wat er eerder gepubliceerd is. Hieronymus van Alphen. De kleine gedichten voor kinderen. En het is een soort van nabootsing. Het is allemaal net een beetje braver wel, de gedichten voor de Nederlandse jeugd. Overigens denk ik natuurlijk bij jeugd aan eerder aan wat groter, aan adolescenten misschien. Jeugdliteratuur is iets anders dan kinderliteratuur. Maar dit gaat toch eigenlijk wel gewoon voor kinderen. Dus dit is, ik denk niet dat je de gemiddelde Nederlandse jeugd hier heel erg veel plezier mee doet. Behalve dan als het een soort van studieobject is, voordat je met ze aan de slag gaat van nou, wat werd er nou eigenlijk in, nou ja, dit boek komt dus in 1820 voor kinderen geschreven. Wie was eigenlijk de Annie M.G. Schmid van die tijd? Alsof niet dat Annie M.G. Schmid van nu is, maar de meeste jeugdigen kennen natuurlijk nog steeds heel veel werken van Annie M.G. Schmid. Is toch nog steeds een enorme grootheid. En dat was eigenlijk Petronella Moens natuurlijk ook. Dat was een enorme grote auteur en die heeft bijgedragen aan dit boekje. Maar het is allemaal wel een beetje braafjes. Het zit er ook wel een beetje dik bovenop. Dus ook als je dat gedicht, Jantje zag eens pruimen hangen, ogels eieren zo groot, van Alf. En dan krijg je hier dan die Willem die zegt dan, moeder zie eens, ik heb een sijsje, zie hoe lief, ik ben zo blij. Weet je, daar zit toch eigenlijk wel hetzelfde melodietje in, hetzelfde metrum zit erin. Er is heel veel hetzelfde, een bepaalde braafheid zit er dan ook in. En hier dus ook die Jantje zag pruimen hangen, oogst eieren. Die probeert, die wil eigenlijk die pruimen gaan plukken en denkt dan bij zichzelf, nee, dat moet ik niet doen, want dan wordt mijn vader boos. En dan krijgt hij als beloning krijgt hij dan heel veel die pruimen. En hier is het ongeveer hetzelfde. Willem wilde graag een vogel. Hij had blijkbaar al een vogeltje, had blijkbaar een vinkje, maar dat vinkje is ontsnapt. En nu heeft hij een ander vogeltje gekregen van de tuinman. Hij heeft dus dat vogeltje en die moeder zegt, ja, dat moet je niet doen, want dat vogeltje wil vrij zijn. Wil ook vrij zijn, hij heeft daar een nestje gebouwd. En er wordt nu op hem gewacht. En als je hem hier in dat kooitje dus doet, dan wordt iedereen heel erg ongelukkig. Ook dit is hier, dat past ook wel heel mooi in de tijd, in die 18e eeuw en in het begin van de 19e eeuw zeker. Wanneer het gaat, wanneer vrijheid een heel belangrijk thema is. Wanneer ben je vrij als mens? Wanneer leef je in een democratie? Wat is een tiran? Hoe zit dat met de idealen van de Franse revolutie? Die Fransen die zouden toch overal vrijheid, gelijkheid en broederschap komen brengen. Dat is toch niet helemaal gelukt. En dat zit hier dus ook in. Dus zo'n vogeltje staat dan natuurlijk ook symbool voor de vrijheid. De vrijheid wordt gekooid, maar goede mensen zorgen ervoor dat die vrijheid weer vrijkomt. Het vogeltje is hier geen seksueel symbool. Het gaat niet over het vogeltje van die Willem dat als zijn gulp openstaat, dat dan zijn vogeltje wegvliegt. Nee, het gaat echt een vogeltje. En uiteindelijk, uiteraard, want het loopt goed af. Uiteraard loopt het goed af. En dan laten ze dat beestje los. En een beestje moet eigenlijk een beetje beloven dat hij dus iedere morgen een mooi liedje gaat zingen. Nou, dat doen sijsjes dus blijkbaar automatisch. Dat hoeft hij helemaal niet te beloven. Het sijsje fladderde uit het kooitje. Willem bloosde en sprong van vreugd. Want zijn jong gevoelvol hartje
smaakte het heil der zachte deugd. Ja, prachtig hè. En wat een heerlijke, bijna naïeve braafheid spreekt er toch uit dit soort gedichtjes. Heel erg leuk.